Noord-Holland Sport, nabeschouwing. Vanmiddag speelde Roda Raalte de wedstrijd tegen Alcides. En die wedstrijd die werd maar liefst met 5-1 gewonnen door de Raaltenaren. En de telefoon met de trainer Laurens Kribbenborg. Goedemiddag, Laurens. Goedemiddag. Goedemiddag. Tot Sinke Makkie vandaag, of niet? Ja, dat kun je wel zeggen. Dus ik vond dat Alcides ons heel veel ruimte gaf om volop de aanval te zoeken. En ja, we hebben eigenlijk verzuimd om, om de stand nog groter te maken als de 5-1. Nou, oké. Okay. Want waarom is dat dan niet gelukt? Ja, omdat we veel kansen onbenut lieten. En ja, bijvoorbeeld bij Vlagen wel aardig. Maar ik vond dat we voor de goal gewoon nog te veel lieten liggen. Ja. Maar goed, ja, dat is misschien inherent aan die score. Het werd ook wel een beetje gemakzuchtig op de laatste, vond ik zelf. Ja. Maar ja, ik vond dat Alcides best wat op huis gaf aan ons. En daar hadden we wel maximaal van kunnen profiteren. Dus goede uitslag en de winst. Maar het had wel, meer kunnen zijn. Ja. Ik denk dat het 9-2 was geweest, dat het ook prima uitslag was geweest. Oké. Okay. Ben je dan nog een beetje teleurgesteld? Of maakt het niet uit omdat je het uiteindelijk toch dik gewonnen hebt? Teleurgesteld. Kijk, je bent met je team in ontwikkeling en we hebben volgende week een heel zware uitwedstrijd. Dus het gevoel was nog mooier geweest dat je misschien nog meer kunt doen. En nu had je ook wel het gevoel van ja, we hebben nog wat laten liggen. Maar goed, we hebben een goede basis gelegd en dat was het uitgangspunt voor vandaag. Eerste wedstrijd met de stop, gelijk weer winnen. Gaan beginnen het opzetten van voor de winterstop waar je goed bent geëindigd. Dus dan zit je toch in een bepaalde flow en dat was belangrijk om erin te blijven zitten. En zeker met het programma waar we nu met twee dadelijk uitwedstrijden hebben die heel moeilijk zijn. Dus ja, en dan zijn andere aanslagen ook nog een beetje gunstig. En dan kom je in één keer bovenaan te staan in de tweede periode. En dan qua stand zijn we 3 punten achter. Dus ja, dan kan er iets moois gaan groeien. Dus ja, wat dat betreft is het belangrijkste dat we de basis hebben gelegd om volgende week een topwedstrijd te kunnen gaan spelen. Ja, is dat uiteindelijk nog jullie doel dan? Om bijvoorbeeld in de derde divisie nog te komen? Ja, dat heb ik. Ja, goed, ik was zelf even aan wie dat vooraf al zei. Maar we begonnen heel matig natuurlijk met 4 wedstrijden, 3 punten. En goed, de laatste serie was wel heel goed met 11 wedstrijden, maar eentje verloren. En in de winterstop ook duidelijk werd de groep gezegd, ja, we willen voor de prijzen spelen. En daar heeft iedereen zich aan gecommitteerd. En ook iedereen wel uitgesproken. In het zeker de doelstelling op korte termijn. Dat we toch willen zien dat we die tweede periode nog in ieder geval kunnen binnenslepen. En de weg is nog lang hoor, laat ik dat zelfs opstellen. Er moeten nog 4 wedstrijden en er zijn geen makkelijke wedstrijden. Maar goed, onderling wordt het punt ook wel wat verdeeld. Dus ja, we hebben wel op ons netvlies staan dat we voor de prijzen willen spelen. Ja, ja, dan krijg je wel misschien volgend jaar een heel zwaar jaar. Omdat natuurlijk vanwege die voetbalpyramide, er gaan meer mensen degraderen dan promoveren. Ja, maar goed, dat is eigenlijk dit jaar. Dus volgend jaar heb je dan die piramide. Maar goed, daar kijken we volgend jaar wel naar waar we in terechtkomen. Dus ik denk dat volgend jaar de derde divisie interessant wordt. Hè? Met ploegen als Geenemuiden, Excelsior misschien erbij. En dat soort ploegen allemaal bij. Berkum erbij, ga ze maar door. Dus ze waren dicht in de buurt. En dat zijn mooie clubs. Ik denk dat die competitie nog wel zwaarder kan worden daardoor. Maar goed, aan de andere kant, als wij zelf voor de prijzen kunnen spelen. En we kunnen die dansen ontlopen. En we kunnen zelf een divisie hoger komen. Ja, dan loop je daar ook weer een beetje. En ja, dat wordt wel een interessante competitie. Maar goed, dat is nog veel te ver weg. En laten we eerst maar focussen op volgende week. Dat is de belangrijkste wedstrijd. Dat we volgende week verliezen, hebben we niks te kakken. Nee. En dus belangrijk is dat we nu deze week alles op de wedstrijd van zondag gaan zetten. Maar als we daar goed doorkomen, dan goed, hebben we weer een thuiswedstrijd waar je wel sowieso moet winnen van een iets andere tegenstander weer. Nou, dan kun je in 3 wedstrijden een aardige basis neerleggen. En dat is op dit moment de doelstelling. Hoe ga je volgende week voorbereiden op de uitwedstrijd tegen SJC? Nou, niet anders dan anders, zeg maar. We gaan vanwege gewoon weken trainen. En we hebben altijd wedstrijdbeelden. En hoe hard het ook meer. We maken de jongens daar deel genoeg van. Op donderdagavond al. En zondag op tijd weg. Ter uitwedstrijd Noordwijk. Onderweg lunchen en teambespreking. En dan de wedstrijd gaan spelen. Dat doen we elke uitwedstrijd eigenlijk. Dus, Je past je training daar niet op aan, bijvoorbeeld? Hoe zeg je? Je past je training daar niet op aan, op de tegenstander? Nee. Goed, we hebben eigenlijk spelprincipes waarop trainen. En de manier van trainen zal er niet anders van worden, zeg maar. Dus, en ook in de speelwijze niet. Dus we gaan uit van ons eigen. Ook een cliché is dat snap ik ook wel. Maar goed, we draaien goed, zeg maar. We hebben de laatste 12 wedstrijden prima gespeeld. Dus we gaan nu in één keer niet wat anders doen. Dus we blijven gewoon op dezelfde manier doorspelen.
Jullie hebben in de winterstop natuurlijk ook het een en ander geoefend. Jullie zijn naar het buitenland geweest. Wat is nou hetgeen waar jullie het meest op verbeterd zijn in die winterperiode? Ja, laat ik zo stellen, dat was vorig jaar ook al zo. Dat heeft toch een bepaalde impact in de club en bij de jongens en bij de groep. Ja. Je bent dan toch heel duidelijk met elkaar een week op de lippen met elkaar bezig. Je spreekt doelstellingen uit naar elkaar toe. Je hebt gesprekken met de spelers en wees toch in een bepaalde mindset extra neer te zetten. En vorig jaar pakte dat perfect uit. En hoop dat we dit jaar weer gaan uitpakken. Maar het was voor je wel een hele goede week. We hebben drie keer goed kunnen trainen. We hebben een hele goede teambespreking gehad. We hebben een nuttige wedstrijd kunnen spelen. En ik denk dat het geloof in de groep alleen maar sterker is geworden in die afgelopen weken. En dan neem je toch weer mee als bagage. En mijn ervaring is dat zulke weken altijd heel simpel kunnen zijn. En hoop je uiteindelijk dat terugbetaald in de competitie. En daar zijn we vandaag in de wandelopstand mee gemaakt. Mm-hmm. Dus je zei toch straks, we gaan dit jaar voor de prijs. Is dat mede ook een reden geweest voor jou om te verlengen voor nog een jaar bij Roda? Nee, goed, dat niet direct, maar het is gewoon een hele mooie club, een hele mooie training. Ik heb het ontzettend goed naar mijn zin. En ik schijnt de twee kanten heel goed te bevallen. En met de groep en in de club. En ik ga met ontzettend veel plezier elke week naar de trainingen toe, naar de jongens toe, naar de club toe. Niet alleen de jongens, maar ook naar de club. En het is gewoon een hele mooie vereniging. En het is gewoon een eer om bij Roda te kunnen trainen. Dus daar kan ik er dankbaar gebruik van maken. Dus ik ben daar in de club ook dankbaar voor. Dus. Ja, never change a winning team, toch? Ja, goed. Kijk, je doet niet alleen. Je hebt een hele staf nodig, zeg maar. We gaan naar Malaga toe met 24 spelers. We hebben 11 man staf erbij. Dus dat zegt ook genoeg. Dus ik denk dat we een aardige prestatiecultuur hebben neergezet. Waarvan iedereen heel duidelijk weet wat zijn taken zijn. Dus we doen het met z'n allen. Dat is ook weer een cliché, dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat wij daar wel heel duidelijk op bovenop zitten in alles. Ja, kijk. Duidelijk. Dan wil ik je danken, Laurens, dat je weer in de uitzending wil komen. Succes volgende week in de SCC. Goed zo, dankjewel. En tot de volgende. Ja, dankjewel. Oké. Okay.